Het begint zo langzamerhand een soap te worden. De burgemeester van Rijswijk wil graag een derde termijn. De vertrouwenscommissie adviseert positief, maar vervolgens is de raad tegen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken gaat nu de knoop doorhakken. Nou, dat is wel vrij uniek. Ik volg en publiceer en onderzoek al 10 jaar dit soort kwesties in het openbaar bestuur. Maar dat de zaak helemaal bij de minister op het bordje komt, dat ken ik eigenlijk niet. De vraag is of Ineke van der Wel een derde termijn zou moeten ambiëren. Wanneer ze na 1 juni burgemeester blijft, zou het wel eens heel lastig kunnen worden in de gemeenteraad. Wat je ziet, sinds dat de gemeenteraad mag uitmaken wie burgemeester is, is dat toch essentieel is hoe oordeelt de gemeenteraad over de burgemeester. En als de gemeenteraad in meerderheid zegt, wij pruimen, om het maar eens in gewoon Nederlands te zeggen, deze burgemeester niet meer, ja, dan is het einde oefening. Dat wordt erg moeilijk, de situatie in de gemeenteraad. Er is een meerderheid die niet met haar verder wil. Dus dat betekent toch dat de weerstand die er is bij verschillende personen en verschillende partijen, dat die zal blijven bestaan. En dat neem je niet binnen nu 1 of 2 jaar weg.